Jelle en Dion. Twee broers. Vertel eens, hoe zijn jullie ooit met knikkeren begonnen? Ik ben nou op mijn vierde daarmee begonnen. Maar leg eens uit, Dion. Ja, nou, ja, Jelle heeft een vorm van autisme. En de meeste autisten die hebben een bepaalde passie voor iets. En bij Jelle was dat het bouwen van knikkerbanen. Dus we hebben begonnen als kleine jongen, zeg maar, in de tuin van onze opa. En bij ons ook gewoon in de huiskamer begon hij met het bouwen van knikkerbanen. En daar gebruikte hij allerlei materialen voor. Oude buizen, maar ook bollekistjes, et cetera. En toen waren het nog hele kleine banen. En in de loop van de jaren is het gewoon steeds groter geworden. En wat vond je zo interessant aan die knikkers, Jelle? Ja, nou, ook een beetje van mij gezien een lastige vraag. Maar het is gewoon omdat knikkers mooi kunnen rollen. En het een geluid wat ze maken als ze met objecten in aanraking komen. En de weg die ze aanbanen door mijn project heen. En heb je dan ook favoriete knikkers? Nee, niet per se. Mogen we eigenlijk ook niet hebben. Hè? Dan krijgen we juist een ruzie met de fans ook. Dat ze vragen het vaker. Heeft Jelle een favoriete knikkerteam? Maar dan zeggen we altijd, nee, we zijn neutraal. Dat moeten we eigenlijk ook blijven. Als organisatie van de knikkerraces, zeg maar. Kun je mij dan uitleggen wat de spanning in zo'n knikkerbaan brengt? Bij een knikkerrace is de spanning omdat je dan wil weten wie de race gaat winnen. Net als bij de Formule 1 de andere. Maar bij de Formule 1 zit er een chauffeur achter een stuur met een motor en een auto. Dat is totaal anders bij knikkeren. Hoe kun je dat beïnvloeden? Bij knikkeren kan je niet echt beïnvloeden. En vaak wordt het onrechte knikkeren genoemd, maar wij noemen het gewoon knikkerrace. En dan gaat het meer op toeval. Ja. Bij knikkerrace gaat het om toeval? Ja. En dat kun je helemaal niet sturen? Nee, eigenlijk niet, nee. Maar dan heb jij gewonnen of je hebt verloren. Hoe kun je daar dan blij van worden? Ja, ook weer een lastige vraag. Zeg jij, Dion? Het maakt vooral andere mensen heel erg blij. Jelle die genoot heel erg van het bouwen van de knikkerbanen. En des te groter en des te langer die was, des te beter, zeg maar. En dan gebruikte hij ook lichteffecten in en geluiden, instrumenten. En juist die geluiden en die prikkels, zeg maar, dat vond hij geweldig. Maar het knikkerracen, dat is voor Jelle meer een soort uitdaging om andere mensen blij mee te maken, zeg maar. Is het het bouwen van de knikkerbaan dan eigenlijk leuker dan het knikkerracen zelf? Ja, eigenlijk meer andersom. Je bouwt voor het resultaat, zeg maar. En jullie hebben meer dan 1,3 miljoen volgers, geloof ik, op YouTube, als ik het goed gezien heb. Dat is enorm. Ja, dat klopt. De grootste piek was een poosje geleden dat wij op tv kwamen in Last Week Tonight voor John Oliver. Toen hadden we een enorm grote piek in onze aantal abonnees. Ja. Dat was een van de grootste hoogtepunten die we ooit hebben gehad. En hoe kwam je daar terecht? Weet jij dat, Dion? Ja. Het team van John Oliver die belde mij, zeg maar, omdat het coronatijd was. En de sporten, zeg maar, plat liggen. Wilden zij toch met iets komen en wilden zij een soort sponsorship voor het Marble Racer, zodat mensen toch betrokken zouden blijven bij een soort sport eigenlijk, want zo wordt het wel gezien. En de winnaar van elke race, die zou een bepaald bedrag krijgen en dat werd dan geschonken aan de voedselbank in Amerika. En hebben jullie nou ook een fanclub? Ja, meerdere. Bijvoorbeeld Reddit, daar zitten ongeveer 36.000 fans op. Actieve fans, echt de hardcore fans, zeg maar. Op Facebook zijn het een paar duizend. We hebben nog meer. Wat hebben we nog meer? Discord. Ja, zoiets. Ja. We hebben er zoveel. Discord ook nog 7.000. Ja, dat gaat om tienduizenden. Ja. Wat maakt nou. Ik bedoel, hebben jullie daar onder de fans misschien ook hele bijzondere fans die denken van, nou ja, wat die doet, dat ga ik ook doen? Of kijken zij bij jullie soort van af? Of inspireer je elkaar? Nou, er zijn wel heel veel kanalen momenteel die schieten als paddenstoelen uit de grond. Maar er zijn heel veel mensen die doen onze races na. En die maken ook hun eigen TikTok-filmpjes of filmpjes op YouTube. En dat zijn eigenlijk wel allemaal fans.
Soms maken we ook gebruik van hun. En dan vragen we van, nou, we willen een nieuw cricketteam. Hebben jullie leuke ideeën voor een naam of zo? En dan doen we een poll en dan komt er vanuit het publiek een leuke naam. Wat is jouw favoriete baan? Hoe ziet jouw ideale baan eruit, Jelle? Nee, ik heb niet echt per se een favoriet, maar ik heb wel een keertje een groot idee. Maar ja, dat zal hier zelfs niet kunnen om de knikken marathon te doen. Maar dan moet je een baan van 420 meter lang hebben. 420 meter? Ja, een echte marathon is 42 kilometer. En dan wordt het 100ste van een echte marathon. Dat is ook wel eens over te denken. Ja. Maar hoe lang ga je daarmee bezig zijn als je dat wil bouwen? Die vraag stelt iedereen. En ik weet niet hoe dat komt, dat iedereen vraagt hoe lang ben ik mee bezig geweest. Ja, dat is gewoon per project verschillen. En van tevoren kan ik dat niet inschatten. Nee. Je hebt geen urenregistratie. Nee, en ik heb wel bij een knikkenbaan een keertje had ik de uren afgeturfd. Maar dat had ik puur gedaan omdat iedereen ernaar vroeg. En niet per se omdat ik dat zelf wou weten. Maar dat is echt omdat, want ik weet als die baan klaar is, dan gaat iedereen dat vragen. Dus ik had op een gegeven moment dat ergens opgeschreven in een veelgestelde vragenlijst. Als ik nou kijk naar de baan hierachter, hè, we gaan er zo meteen even een demonstratie krijgen, denk ik, hoop ik. Heb je een idee hoe lang je daarmee bezig geweest bent, grofweg? Nou, heb ik niet echt bijgehouden, wel een paar dagen. Maar de baan zelf, dat gaat snel, maar de decors duurt iets langer. Maar de meeste tijd wordt besteed aan video editen. En die decors maak je ook echt allemaal zelf? Nee, daar hebben we een gravity spuit, die heeft het hier gemaakt. Ja, ik bedenk soms bepaalde taferelen. Ik probeer er ook wat humor in te brengen. Als een kraampje bijvoorbeeld waar biertjes worden verkocht. Noem maar wat. Of iets anders. Een uitkijktoren, weet je. Of voor de veiligheid. Of een EBO-post. Dat bedenk ik dan, het concept. En de achtergronden. Ja, dat is een vriend van mij. Die is graffiti-artiest. En die spuit die achtergronden. En dan in overleg kijken van nou, welk thema zou goed passen bij dat knikkerteam. Weet je wel. Dan laten we dat gewoon maken. Hoe vaak maken jullie nou video's? Ja, we uploaden normaal het 1 tot 2 keer per week. Maar ook het editen ook zelf doen. Dan zit ik ook wel een beetje met beperkte capaciteit. En we zijn nu op zoek naar een editor. Om dat werk grotendeels uit de handen te geven. Zodat ik dan wat meer kan doen. Ja. Ja, en jij je meer met het knikkeren en de baan, het knikkerracen en de baan bezig kan houden? Op dit moment besteed ik 2/3 van mijn tijd aan een video editen. En ongeveer 1/3 aan het daadwerkelijk bouwen en doen van races. En dat wil je liever omdraaien? Ja, dan wil ik liever omdraaien. Ja. Hoe zag jullie eerste YouTube-film eruit? Daar ben ik wel eigenlijk heel benieuwd naar. Ja. Nou, dat was een heel simpel kort filmpje van een kerstknikkenbaan. En dat was in 2006, was dat. Maar die video die is nu niet meer online. Want in 2018 het hele kanaal opnieuw hebben gestart. Leg eens uit, Dion. Ja, dat was een e-mailaccount. Er waren 3 e-mailaccounts gekoppeld aan YouTube. En jij had er 1 verwijderd omdat die inactief was. En daarmee was het hele account ineens verwijderd. Dus er waren 670.000 abonnees ineens weg. En 180 miljoen views ineens verdwenen. Dus we moesten echt van nul weer beginnen. En dat was echt wel even paniek, zeg maar, een maandje. Maar binnen een maand waren we ook inderdaad weer heel snel terug. Omdat ja, die fans zo loyaal waren. Dus ja. En die gingen natuurlijk zoeken waar je gebleven was. Ja, inderdaad, ja. Ja, ze raakten ook echt in paniek. Daar stond ik op Dumpert, Rest in Peace, Jellis Marbruns. Dus waren echt, werd ook over geschreven. Maar gelukkig kwamen ze heel snel terug. Dus we zaten binnen een maand zaten weer op een paar 100.000 abonnees. Dus daar hebben we geluk mee gehad. Maar je zegt 2006, dat is nu 15 jaar geleden. Ja. Toen ben je pas begonnen. Daarvoor al. Ik had ook wel knikkenbanen, maar 2006 was mijn eerste filmpje op YouTube. Was YouTube toen niet net in de lucht? Toen was het inderdaad net in de lucht, ja. Maar ironisch gezien was ook zo weer terugkomend op het verwijderde account, dat die inactieve e-mailaccount nog steeds er was. De YouTube-kanaal was verdwenen, maar die e-mailaccount was er gewoon nog. De Marble Olympics. Zijn die er in 2021? Ja. Ja, het heet nu Marble League. We hebben, de IOC die heeft ons een mailtje gestuurd met de boodschap dat we die naam niet meer kunnen gebruiken. Dus het heet nu Marble League. Maar die komen ook weer in 2021, ja. Waar gaat er plaatsvinden? Waarschijnlijk gewoon hier in de studio. En
En waarschijnlijk dat ergens eind juni, begin juli, dat dan de eerste event online moet komen. Maar we gaan redelijk binnenkort al beginnen met produceren. Zodat we daar ruim tijd hebben om op dat tijd af te krijgen. Thema is al wel bekend. Thema is al iets met Egypte of piramides in die stijl. Dus, En wat moet ik me daarbij voorstellen bij zo'n leak? Ja, het zijn verschillende evenementen. We hebben meestal tussen de 12 en 16 video's. En je kunt dat vergelijken met een soort Olympische Spelen, waarin verschillende onderdelen zijn. En wij bedenken ook gewoon zelf onderdelen. We soms gebruiken ook een onderdeel vanuit de echte sport, zoals in de mensenwereld. Maar we bedenken ook wel eens een bijzonder evenement, wat alleen voor knikkers geschikt is, bijvoorbeeld. En waar moet ik dan aan denken? Wat voor evenement bedenk je dan? Nou, heb jij een voorbeeld van een typisch knikker-evenement? Ja, we hebben bijvoorbeeld de estafette race, waarbij je dus elke knikker weer in de volgende knikker aantikt. Ja. Maar we hebben ook de balancing, waarbij de knikkers over een smalle pier heen moeten rollen, vergelijkbaar als hoge droog in talenten zijn in de lucht. Maar we hebben bijvoorbeeld ook diverse andere events, ook voor de collision, waarbij twee teams op elkaar botsen en de meeste knikkers die op de arena blijven liggen winnen. Ja. En wie bepaalt dan wie de winnaar is? Ja, dan liggen aan de knikken met de snelste tijd of de meeste punten. En er zijn 16 teams die dan dus meedoen. En elke event krijgt elke team weer een aantal punten. En de beste drie krijgt natuurlijk een goud, zilver en brons. En als je het hebt over teams, dan heb je het niet over mensen, maar dan heb je het over knikkers. Ja. Hoe moet ik dat voor me zien? Ja, elke knikker. Dit zijn natuurlijk vragen van de leek, dat begrijp je wel, hè? Elke team bestaat uit vijf knikkers en hebben een specifieke kleur. En er zijn gewoon fictieve namen, zeg maar, die we gewoon zelf hebben bedacht. We hadden eerst ook idee om die aan landen te koppelen, maar we hebben gewoon neutrale namen gebruikt, zodat voor alle kijkers het interessant is. Ja. Ja, en de regels en de scores bijvoorbeeld, die worden de regels om de evenementen heen, die worden ook mede bedacht door de committee. We hebben een comité, zeg maar, Jellis Malbruns comité. En die bedenkt samen met ons, dat zijn 15 mensen internationaal uit verschillende landen, die met ons de regels bedenken. Van nou, hoe kunnen we die punten scoren, wat dan ook. En die kijken achteraf ook of dat allemaal eerlijk verloopt. Ja. Worden jullie al herkend op straat, Jelle? We hebben de laatste tijd maar weinig op straat geweest. Ik rijd alleen op en in naar mijn woonplaats. Maar ja, vanwege de COVID-crisis is het zo dat ik eigenlijk maar weinig op pad kan, omdat alles dicht zit. Maar in het normale leven dan ga ik nog geregeld op pad. En dat komt wel eens voor dat ik wel eens herkend word. Want jullie zijn weinig op YouTube zelf te zien, als in persoon. Nee, Ja, dat klopt. Nee, dat klopt. Wij staan achter de camera inderdaad en niet voor de camera. Ja, nu wel wat bekender worden in Nederland, zeg maar. En ook wat meer in de media zijn verschenen. Ook omdat we nu met John de Mol hebben samengewerkt. En met andere partijen, zeg maar. Worden er ook artikelen over ons geschreven. We zijn een keer bij Bo geweest bijvoorbeeld. Nou, Jinek heeft ons een keer gebeld. Dus ja, uiteindelijk zullen we wat meer op beeld verschijnen, denk ik. En krantartikelen verschijnen ook over ons. Dus ja, we zien wel hoe het loopt. Ja. We zijn niet gewend om zo herkend te worden. En in Amerika zijn we redelijk bekend. Hier in Nederland was het juist lekker rustig dat niemand je herkende. Vind je dat fijn of kijk je daar een beetje tegenop? Nee, ik vind het wel fijn als het een beetje rustig is, zeg maar. Als je gewoon boodschapjes kunt doen met je kinderen en zo, dat vind ik al wel lekker om dat te behouden. Ja. Over kinderen gesproken, zijn die net zo gek van het knikkerracen? Mijn kinderen? Eigenlijk valt het best wel tegen. Ik probeer ze soms wel eens enthousiast te maken, maar nee. Emma, mijn dochtertje, die gaat liever met de poppen. Levi, die is eigenlijk ook meer met games bezig.
Dus nee, eigenlijk niet. Maar om me heen zie ik wel heel veel kinderen van bij andere gezinnen die helemaal fan zijn, weet je wel. Dus, maar toevallig al mijn drie kinderen niet. Dat is wel bijzonder. Dat kan nog komen. Ja, ja, precies. Hoe heeft dat jouw leven beïnvloed? Want was jij daar net zo'n fan van? Hoe is dat bij jou gegaan, Dion? Nou, ik hielp vroeger wel altijd met knikkerbanen bouwen. En ik vond domino spelen heel erg leuk. En, dus we zijn wel een beetje in die zin samen opgegroeid. Maar uiteindelijk, Jelle die woonde in instellingen. Dus we zijn heel lang uit elkaar geweest. Ik werkte in de jeugdzorg, kinder- en jeugdpsychiatrie, heb ik 20 jaar gedaan. En eigenlijk in 2016 hebben we juist de competitieve, zeg maar, evenementen bedacht. Echt de knikkersporten, zeg maar. En dat hebben we samen gedaan. En toen hebben we op een gegeven moment afgesproken, omdat het zo groot werd, van nou, kunnen we niet zelf gewoon een bedrijf starten, een loods huren en zelf gewoon echt samen gaan werken. Dus weer bij elkaar gaan wonen, zodat we beter kunnen samenwerken. En in die zin is mijn leven totaal veranderd, want ik heb een andere baan. Ik ben van de zorg, ben ik nu knikkerbaanbouwer in principe, ja. Of YouTuber, ja, dat is wel echt een enorme omslag. Hoe ziet het leven een dag van een YouTuber eruit? Poeh, dat is heel wisselend. De ene keer ben je echt bezig met deadlines en heb je enorme druk. En de andere maar dag, die druk leg je jezelf op, of die deadlines? Nou ja, goed, we zijn wel perfectionistisch. Dus we willen blijven groeien, we willen blijven vernieuwen. Jelle is ook perfectionistisch. Dus ja, en soms botst dat ook, hè, onderling, zeg maar, in de communicatie. Je hebt wel een bedrijf. Dus het is gewoon serieus nu. En je moet dat ook serieus nemen. En dat is soms wel eens lastig. Daarom hebben we nu ook een manager erbij, omdat dat gewoon anders te veel wordt. Ja. Is het dan zo dat je van YouTube echt helemaal kunt leven? Kun je daar je bedrijf op bouwen? Ja, met de community zoals wij dat nu hebben. En dat is echt een lot uit de loterij. We hebben zoveel fans die shirtjes kopen. We hebben sponsors. Er zit alles omheen. Dus dan kun je er goed van leven, ja. Dus voorlopig zit de carrière in het knikkerracen, Jelle. Ja, dat wel. Ja. Hoe zit 2021 er voor jullie uit? Het is nu februari, maart, inmiddels alweer. Hoe ziet 2021 voor jullie eruit? Ja, ik verwacht ook niet dat we heel snel weer verre reizen kunnen maken. Omdat die coronaregels nog steeds streng blijven. En in de komende maanden juist nog strenger worden. Totdat genoeg mensen gevaccineerd zijn. Maar ik denk zelfs als er heel veel mensen gevaccineerd zijn, dat er nog steeds reisbeperkingen zullen blijven. En wetenschappers zeiden dat corona mogelijk blijvend kan zijn. Dus, maar we zullen met name gewoon hier zo in de studio kunnen gewoon doorproduceren. En het is gewoon vooral mijn ambitie om productiecapaciteit uit te breiden en vaker te kunnen uploaden. Dus wat jullie betreft, je mag niet reizen, maar je maakt je eigen reis. Ja, we kunnen altijd nog hier binnen de studio nog met decors en technieken doen alsof we ergens aan de andere kant van de wereld staan. Dan. Ja, dat is mooi. Ja, ja, dat doen we in principe ook. Nu deze huidige achtergrond inderdaad, de tropische, ja, tropische sferen. Nou, dat is wel goed in deze sombere tijd, ja. Om dat, ja, een beetje zonnestralen. Als we het hebben over het autismefonds, welke oproep zou je aan de kijkers willen doen? Ja, ik kan niet direct van wat verzinnen. Dat geeft niet. Dat komt vanzelf. Nou ja, vooral denk ik dat je jezelf moet geloven, zeg maar. Dat je ook dingen echt kunt realiseren, zelfs met een autistische stoornis. Jelle heeft autisme, maar heeft dat echt ten positieve benut, zeg maar. Dus je kan echt ver komen. Jelle is daarvan het levende bewijs. Dus ja, ik zou wel. Dus autisme kan je ook helpen? Zeker, ja. In heel veel opzichten zeker, ja. Met focus en met doorzettingsvermogen? Absoluut, ja, absoluut. Ja.